Sportraad Kampen presenteert de 28e editie van de sportverkiezing Kampen. Sporters in de spotlights. Wie wordt de sportvrouw? Sportman. Sportploeg. Het sporttalent. De jeugdsportploeg. En wie krijgt de prijs voor de beste uitstraling? Dit is de sportverkiezing Kampen 2012. Sporters in de spotlights. Dames en heren, wij presenteren nu de genomineerde sporters voor de sportverkiezingen 2012 van de gemeente Kampen. Irene Bijman, Bianca Kruis en Demi van Moerkerk, de sporttalenten. En de jeugdsportploegen, spring- en dressuurploeg van de Delta Ruiters, tafeltennisvereniging Campenion, kanovaders van de Schonevader en de acrogymnasten van Wilhelmina IGV. De sportvrouwen, Michelle Broekhuizen, Rut Vorstelman, Tini Heldoorn, zij is er helaas niet. En de sportploegen, het eerste team van voetbalvereniging KHC en het clubteam van kanovereniging Schonevader. En daar moeten we dan even op wachten, omdat er zo'n grote ploeg was. Maar nu de sportmannen, Jordi Aangewes, Gerben Last en Jeroen van Veen. En alle Nederlands kampioenen vanaf die kant.
Daar zijn we dan. Goedenavond allemaal, alle mensen hier. Goedenavond, alle mensen thuis. Fijn dat u kijkt. Jaar voorbij, alweer. Vorig jaar sportverkiezingen in ons prachtige raadhuis. Mooie plek, maar net wat aan de kleine kant. Dus we zijn heel blij met de gastvrijheid van het VIA. Voor jullie sporters, een jaar van trainen, blessures. Ja, ook prachtige momenten, maar vast ook afgewisseld met momenten. Ik heb er eigenlijk even geen zin in. Maar ja, dan moet het toch. Maar dan komt er aan het eind soms een prijs, een medaille. En een van die prijzen, dat is vanavond. Ik hoop dat jullie dat allemaal ook een hele mooie prijs vinden. Want er zitten erbij die hier al voor de zoveelste keer staan. Maar toch, het blijft een bijzondere prijs. Word je derde, eerst, tweede, ja, wie zal het zeggen? We gaan 6 prijzen uitreiken, zoals in het programmaboekje staat vermeld. En we gaan jullie echt in de spotlight zetten. Om te beginnen, dan geef ik graag het woord aan de voorzitter van de Sportraad, Tony Zweers. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze sportverkiezingen van Sportraad Kampen, georganiseerd. Een speciaal welkom aan de heer Treep, onze wethouder van sport. U heeft even lang moeten wachten, u was laat, maar het was echt niet nodig om te haasten, maar goed. Onze ereleden en natuurlijk alle genomineerden, want ja, daar gaat het om vanavond. En het is mooi om te zien dat er zoveel belangstellenden zijn. Het is goed dat we deze locatie hebben gekozen, want volgens mij hadden ze niet in het stadhuis gekund. Heel mooi is ook deze keer dat deze happening wordt uitgezonden op IJsselmond TV of TV IJsselmond. Hoe is het? TV IJsselmond. Hoewel spotlights meestal op één of persoon of één ding gericht worden, wil ik vanavond toch meer aandacht geven voor samenwerking, op meer dingen gericht spotlight zetten. Het accent wil ik echt een beetje uitputten. Ik zal niet te lang zijn van stof, maar ik wil toch even deze dingen naar voren brengen. Want samenwerken, dat werkt stimulerend. Het is een tijd dat we meer naar elkaar moeten omkijken. En we kunnen heel veel aan elkaar hebben als we luisteren naar elkaar. En we kunnen ons alleen maar versterken als we samenwerken. Kijk over je eigen muren heen. Dat geldt ook voor de sport. In de hele gemeente wordt op deze manier de dingen benaderd. En zeker in de sport, in de komende tijd, zal dit een item zijn. De bezuinigingen treffen de sport hard. En dat merkt iedere sportvereniging. De verenigingen zullen dus creatief moeten zijn in hun oplossingen. En om hier een antwoord op te vinden. Samenwerken met andere sportverenigingen is daarom een optie. Het kan zo zijn dat de een wat te veel heeft en dat de ander het kan gebruiken en omgekeerd. We kunnen heel veel voor elkaar betekenen, maar we moeten dat wel van elkaar weten. En daarvoor moeten we met elkaar in gesprek. En ook kunnen we op zoek gaan naar mogelijkheden buiten de sport. Maatschappelijk betrokken worden als sportvereniging. Sportraad Kampen probeert daar zoveel mogelijk in mee te denken. En zo mogelijk daarbij te helpen. Er zijn in die richting al heel veel ontwikkelingen gaande. En daarom houden we na afloop van deze verkiezingen een netwerkavond. Waar verenigingen van harte zijn uitgenodigd en de politiek om elkaar te ontmoeten. Maar goed, wij gaan eerst het feest van de sportverkiezingen houden. Evenals vorige jaren zijn er weer aansprekende prestaties verricht. En de jury heeft zich daarover gebogen. Na heel veel speurwerk hebben wij veel resultaten kunnen vinden. Helaas was het ook dit jaar weer wat mager wat de vereniging ons aan melden. Maar we hopen dat dit de komende jaren toch wat meer activiteit bij de vereniging is. Sporters, het is jullie feestje. Maar ook
het feestje van je begeleiders, je trainers en allen die je terzijde hebben gestaan. Ook daar is samenwerking een belangrijk aspect van. Eén ding wil ik nog zeggen en daar de aandacht op vestigen. Ook dit jaar is de prijs voor jullie weer uniek. En degene die deze prijzen de laatste jaren gemaakt heeft en gecreëerd, is Andrea de Jong. En wij zijn heel erg blij dat we haar nu eindelijk een keer in ons midden hebben. En ja, we vinden het altijd een hele bijzondere prijs. En degene die al eens een prijs hebben gewonnen, kunnen daarvan getuigen. Goed, laten we samen deze sportverkiezingen vieren. Ik wens u allen een mooie avond toe. Dank u wel. Sportraad Kampen presenteert de 28e editie van de sportverkiezing Kampen. Sporters in de spotlights. Wie wordt de sportvrouw? Sportman. Sportploeg. Het sporttalent. De jeugdsportploeg. En wie krijgt de prijs voor de beste uitstraling? Dit is de sportverkiezing Kampen 2012. Sporters in de spotlights. Dan gaan we beginnen met daar waar het ook altijd begint. En dat is bij het talent. Dus de sporttalenten. Irene Bijman. Kom maar naar voren als je wil. Bianca Kruis. En Demi van Moerkerk. Jullie mogen, als jullie dat willen, hier op het bankje. Daar komen jullie filmpjes. Daar kan je lekker naar kijken. Criteria voor deze prijs. Je moet jonger zijn dan 17. Ziet er al zo uit. Je krijgt deze prijs ook maar één keer. Je kan maar één keer talent zijn. En dan moet je gewoon de volgende keer zorgen dat je sportman of sportvrouw wordt. En je hoeft ook geen prijs te hebben gewonnen. Gewoon je vereniging vindt dat je een talent bent. En dan zit je daar. Waarom zijn het talenten? Nou, Irene, atletiek. 3 nieuwe Kampen records. Veel eerste plaatsen bij het crossen. En dit jaar, als je 14 wordt, dan word je opgenomen in de nationale KNAU-selectie. Knap hoor. En Demi, een Nederlandse titel bij het twirlen op WK, waren de eerste 3 plekken voor Amerikaanse meisjes. En toen kwam jij, het 4e plaats voor het eerste Europese meisje. En Bianca, skiën. Nou, dat hebben we echt nog nooit gehad. 3e plaats op het NK Slalom. En je hebt de NOC-NSF beloftestatus op zak. Heel goed. Kijk naar het filmpje, dan is het allemaal duidelijk waarom ze op deze plek zitten. Irene Bijman leverde in 2012 een reeks opvallende prestaties. De 13-jarige atlete van AV Isela verbeterde 3 kampenrecords. In de IJsseldelta crosscompetitie was ze uiteindelijk het sterkst in een serie van 4 wedstrijden. Ook won ze crosswedstrijden in Harderwijk en Dwingelo. Ook op de weg was ze succesvol. Bij wedstrijden over 5 kilometer behaalde het atletiektalent diverse eerste plaatsen. Ook was het sterkst op de 5 kilometer bij het kamperevenement de 32 van Kampen. Een terechte nominatie. De 12-jarige Bianca Kruis begon in 2007 met wedstrijdskiën en heeft zich gestaag opgewerkt naar de Nederlandse top. Het jaar 2012 was voor haar een goed sportjaar. In haar leeftijdscategorie scholieren 1 eindigde ze op het NK Slalom als 3e. Op het NK Reuzenslalom ging ze de strijd aan met oudere meisjes. Ondanks de stevige concurrentie behaalde ze een knappe 6e plaats. Bianca Kruis wordt gezien als een groot skitalent, wat wel blijkt uit haar beloftestatus van het NOC-NSF. Demi van Moerkerk investeert veel tijd in haar sport twirling. De 10-jarige twirlster komt uit voor Twirl Team Surprise Pijnakker en traint bij Surprise Kampen. Haar inspanningen werden in 2012 beloond met een Nederlandse titel. Demi van Moerkerk kwalificeerde zich voor het WK in Neuchâtel en daar eindigde ze als 4e achter 3 sterke Amerikaanse meisjes. Als beste Europese deelnemster kon ze tevreden terugkijken op dit mondiale evenement. Aansprekende prestaties en daarom terecht genomineerd.